Night to seek a win. En welke? Dat ik was naar verluik. Dat is jouw grote droom, denk ik, ja. Dat is gewoon mijn grote droom. Oké. Louis, de droom van een jong talent, dat lijkt me vrij duidelijk. Ja? Op een dag toch ook in de poterploeg kunnen mee te houden. Dat is natuurlijk de droom van elke jonge ridder. Kan jij even aan hem uitleggen wat dat betekent? Wat het verschil is? Hebben we eventjes? Ja, Louis, je huurt samen met enkele jonge renners in Italië een huis. Hè? Leg dat eens een keer uit. Ik ben toch redelijk bijhoop, dat is niet mijn ding. En om dat te trainen hebben ze altijd gezegd, je moet zoveel mogelijk bijhoop trainen. En dan kwamen Tim Maders, Sean De Bie en Jasper Steyr met de vraag dat mijn zolder een huis wil delen in Luca. En voor mij was dat ideaal omdat ik daar meer kinderen kon doen. Is dit jaar jouw jaar van eerherstel? Zo, eerherstel. Ik wil graag voor mijn eigen en voor de ploeg sowieso, omdat ze al het vertrouwen wel hebben, terugkomen op het niveau dat ik ooit heb gehaald. En, dat heb je dus wel een beetje eerherstel, ja. Of eerder revanche? Nee, revanche niet. Oké, ik wens je er heel veel succes mee. Ja. Dames en heren, Jelle van Inter, Louis Vervaken.